dit, hè? Juist. Wij horen muziek van Level 42. Dat hebben we allemaal gehoord. Dan is er dus iets gebeurd met Level 42. En deze twee mannen hier aan tafel. Mag je een applaus voor Raoul Veldhuizen en Alex van Oostrom. Welk jaar? 1981. 1981, waar zijn we? Wij zijn in Amsterdam, ja? En we draaien Love Games, wat je net hoorde, heel veel. En dat was nog een onbekende band, maar dat nummer dat sloeg in als een bom. En wij draaiden, waar draaiden jullie? Discotheken. Wij draaiden in alle populaire discotheken. Met twee'tjes? Soms samen, soms apart. Okay. Even, omdat het lang geleden is, 81 sowieso, maar toen was Level 42 nog nauwelijks bekend. Even toch, omdat het ook lekker is, Mark King op bas, Level 42. Eventjes, kom op. Oké, we weten weer waar we zijn. Het is 81. Level 42 worden jullie veel gedraaid in de discotheken. Is nog geen grote band volgens mij. Nee. Als ik goed herinner, niet. Later pas. Totaal onbekend. Totaal onbekend. Wat gebeurde er? Wij hebben het plan bedacht, we gaan ze naar Nederland halen. En via de platenmaatschappij krijgen we telefoonnummers en een adres van het management. En Raoul stuurt een brief. Dat is deze brief? Ja, we moeten altijd bewijs hebben, jongens, anders kom je niet binnen. Dus dit is de brief. Datum, ja. Ja, ik zie het. At least 8 shows in about 10 days. Dus of die heren even 8 shows in 10 dagen wilden komen doen. We wilden serieus overkomen. Je wilde zeer serieus overkomen. Duidelijk is ook dat de band nog niet heel groot is, want anders durf je dit niet te vragen. Maar wat was het antwoord? Nou, dat kwam eigenlijk redelijk snel een antwoord. En toen zeiden ze van, ja, we willen dan wel in oktober komen, want dan over anderhalve maand. Dus wij moesten aan de slag. Maar omdat ze maar één weekend wilden, hebben we 3 shows kunnen organiseren. Waar? Eén in Utrecht, 1 in Den Haag, in de discotheken. En als afsluiter in Paradiso in Amsterdam. Daar hebben we de affiche van. Even kijken hoor. Even kijken. Level 42, DJ's Alex en Raoul. Jullie staan er gewoon bij. Yellowhand Science Fiction, dat was iets anders. Level 42, nog niet zo bekend in Nederland. Maar wel volgens mij een uitverkocht Paradiso, hè? Zeker. Ja. Deze LP was net een aantal weken daarvoor uitgekomen. Ja. En heel Amsterdam begreep dat dit een goede LP was. en dat dit een veelbelovende band was. Ja. Dus Crowd Amsterdam kwam naar Paradiso. Ja. En daar heb ik een foto van. Hier zien we Mark King, die is dus nog hartstikke jong. Nogmaals, allemaal voor de wereldroem. Eigenlijk begon de victorie, dus zou je kunnen, als we een beetje chauvinistisch zijn, waarom niet? Nee, zeker. Begon het een beetje in bij jullie. Ja, want achteraf kom je erachter dat ze in Engeland eigenlijk helemaal nog niet groot waren. Ze hadden eigenlijk nog nooit dit soort grote shows gedaan. Dus het was voor hun ook echt een openbaring deze avond. Uh-huh. Mark King had bijvoorbeeld, voordat hij aan de toegifte begon, zijn hele duimstuk gespeeld. We hebben de gaffer tape omheen gedaan. Dan ging hij weer verder spelen. En hij heeft 6 toegiften gegeven, hebben ze. Dat was echt ongelooflijk. Ja. Mark King is er vervolgens met een van jullie vrouwen vandoor gegaan. Ja, van mij. Oh, ja. Het was inmiddels mijn ex-vrouw, maar zij heeft ook deze foto gemaakt, dat is waar. En zij heeft nu 3 kinderen van hem. Ze zijn nog bij elkaar? Nee, dat weer niet meer. Okay. Maar, even voor de goede orde, je helpt een man aan een troon. Ja, hij wordt ontdekt. De rest is geschiedenis. Ja, zeker. En uitgerekend deze ondankbare kerel gaat er met je vrouw vandoor. Ja, dat was even verder geen probleem. Want jaar daarna gingen wij lekker naar Ibiza. De hele zomer op Ibiza draaien. Kijk. Begrijp het nog? Zonder vriendin. Wat zeg je? Dat is makkelijker zonder vriendin. Dat is makkelijker zonder vriendin. Juist. Oh, Jezus. Oké. We hebben Mark King benaderd. Hij kon hier niet zijn. Dat zou je niet verbazen. Het is inmiddels een wereldster. Hij zit in Australië en hij richt het woord tegen jullie. Hij is jullie absoluut niet vergeten. Daar komt hij. Greetings from Australia, mate. It's Mark King here from Level 42. And I'm so glad that you're getting a shout out for helping to bring us over to Paradiso in 1981. It really was our first big break. And we've just been supporting the police around Germany. And we had no idea that we had any kind of following at all in Holland. And you brought us there, man. So thanks for everything. I hope you're well. And Alex Amroul, gratitude always. Bye-bye.